De AED stond hier altijd rechts in de groene koffer Ja, en hij is hier ontvreemd. Leon Hessing wist niet wat hij meemaakte vorige week. Bij thuiskomst merkte hij al meteen dat zijn AED gestolen was. Het is echt gek voor horen, want zo'n ding is om iemands leven te redden. En nou wordt hij gewoon gestolen en ja, ze zijn best kostbaar. Een nieuwe AED kost al gauw 1500 euro. De AED bij Leon maakt deel uit van een netwerk van AED's in Hoorn. om als het nodig is zo snel mogelijk eentje ter beschikking te hebben. Op het ogenblik hebben we 94 AED's, waarvan 43 uh, 24 uur per dag beschikbaar zijn. En die hangen dus buiten in kasten of zoals de gestolen AED in een koffer. Dus uh, nu zijn het er nummer 42? Nu zijn het er nummer 42 en de kans op overleven wordt dus uh, weer een stuk minder, met name de mensen in die wijk. Waar zou de dichtstbijzijnde voor jou nu? De dichtstbijzijnde is hier in het, uh, achter, bij de Mediamarkt in de buurt. Of bij het bejaardenhuis. Hoe lang is dat lopen? Nou, dus zeker uh, 5, 6 minuten ja. meer tijd. Wat kunnen die daders eigenlijk met zo'n gestolen AID? Feitelijk niets. Uh, alles uh, staat uh, geregistreerd. Serienummers staan allemaal uh, genoteerd. Uh, dus als die op de Marktplaats wordt aangeboden, dan kunnen we altijd uh, nakijken: van, is dit een gestolen AID? En dan zullen we niet nalaten om uh, alsnog de politie weer in te zijn. En op die manier de daders te achterhalen. Compleet zinloos, dus deze diefstal. En een nieuwe is er ook niet zomaar. Ik hoop dat het bestuur een beetje meedenkt en dat we binnen twee maanden een ARD daar kunnen plaatsen. Maar niet in de koffer, want anders is hij binnen een week weer weg. Ik hoop dus dat hij dan in zo'n uh, zo systeem komt te hangen dat hij aan de muur bevestigd wordt met de code. Want dan kunnen ze hem niet meer meenemen? Dan kunnen ze hem niet meer meenemen, ja, tenzij je lid van de ARD bent en de code weet om hem te openen. Ja, maar dan wordt hij voor een goed doel gebruikt? Dan wordt hij zeker voor een goed doel gebruikt.